Hallo iedereen. Ik ben heel lang niet online geweest. Zoals de meeste van jullie weten, ben ik uit elkaar. Ik was in het begin super heartbroken. En dus ik moest mezelf eventjes bij elkaar rapen. En even weer even de kracht vinden om weer een beetje te kunnen genieten. Ik krijg super veel vragen van iedereen. En iedereen is hartstikke benieuwd en nieuwsgierig wat er gebeurd is. Wat er gebeurd is, hou ik voor mezelf. Het heeft geen zin om modder naar elkaar te gooien. Het werkt er gewoon niet meer. Weet je, ik ga niet in detail treden. Maar soms is het beter om die pijn echt te hebben. Om mijn ogen te openen wat er eigenlijk daadwerkelijk voor me staat. En het was niet voor mij bestemd en niet voor mij weggelegd. En nu gaat ieder gewoon zijn eigen kant. En ik hoop echt oprecht uit de grond van mijn hart dat we alle twee onze geluk gaan vinden en dat we alle twee gelukkig worden. Dat is eigenlijk het enigste en het laatste wat ik over ga zeggen op social media. Je hebt ook mooie tijden met elkaar gedeeld. Waar twee ruzie hebben, hebben twee ook schuld. En mijn leven is online. En ik vlog al 6 jaar of zo. Maar dat betekent niet dat iedereen zijn leven online is. Daar moet ik ook gewoon respect voor hebben. Daar moet ik ook gewoon respecteren. Dus dat doe ik dan ook. Pas geleden ben ik live geweest op Juicy Channel. Ja, ik was gewoon... ik was met iemand, toen ben ik op date geweest. Toen ben ik ook live gegaan. Ja, en we hadden een sapje op en het was hartstikke gezellig. En alles kwam er wat makkelijker uit. En er zijn natuurlijk mensen die dingen zeggen waardoor ik... om maar uit de tent te lokken. Nou, daar reageer ik dan al heel makkelijk op. Want ik ben heel erg impulsief. En daar denk ik dan niet over na. Alles moet de eerste keer zijn. En van zulke dingen leer je weer. Dus het was gewoon hartstikke gezellig. En ik liet mijn eigen gewoon even lekker gaan. Ja, als je gewoon... Weet je wat het gewoon is? Als je gewoon een lange tijd niet gelukkig meer bent geweest. En je hebt er gewoon doorheen gezeten eigenlijk. En je... bent dan weer echt gelukkig en je kan weer lachen en het is gewoon fijn om uit bed te komen. Het is fijn om, weet je, als ik lekker buiten in het bos aan het lopen ben, fijn om de bladeren op de grond te zien vallen. Gewoon van die kleine dingen, maar dat alles gewoon weer heel fijn is. En dat ik slaap ook weer goed. Ik zit lekker in mijn vel. Ik eet veel. Vooral als ik veel eet, weet ik dat het goed om me gaat. Ik voel me gewoon echt weer lekker mezelf. En dat heb ik gewoon een lange tijd niet gevoeld. Ik was gewoon echt weer op zoek naar mezelf. Dus nu ben ik er wel echt achter dat het ook gewoon beter is voor mij. Dat het nu zo is. En ik wil jullie ook nog even vertellen. Dat is wel leuk. De persoon die ik heb leren kennen... Tenminste, leren kennen. Ik ken hem eigenlijk al heel lang. Maar we hebben nooit verder gekeken dan dat, zeg maar. Ik zat altijd in een relatie. En ja, het is eigenlijk nooit zo ver gekomen. Nou, toch op date gegaan en toch super gezellig gehad. We hebben nog niks officieels of wat dan ook. Het is niet dat we... Ja, het is niet... We willen gewoon rustig aandoen. Alle twee. Ik ook vooral. Gewoon elkaar een beetje leren kennen. En kijken waar het schip strandt. Maar ik kan jullie wel vertellen dat ik wel... het voelt goed. dat boeit allemaal niet. Want we zijn eigenlijk alle twee helemaal niet met de volgers bezig. Of helemaal niet met... social media bezig. We zijn eigenlijk
heel erg bezig met het leuk hebben en genieten. Ja, en met hem doe ik ook wel dingen die ik normaal niet deed. Gewoon, hij haalt iets in mij naar boven wat... Ja, in ieder geval... Ik ga niet alles vertellen. Ik wil ook nog even iedereen bedanken voor de lieve berichtjes die ik heb gehad. Ik heb echt super veel lieve berichtjes gehad. Ik heb ook kaartjes gehad van mensen. En natuurlijk, ik heb ook rotte appels ertussen zitten die me ook dingen sturen. Maar deze. Met de kleine gaat het ook super goed. Ja, voor hem was het natuurlijk ook... Heel erg ingewikkeld dat ik uit elkaar ging natuurlijk. Maar ja, dat heb je niet in de hand. Als ik een glazen bol had gehad, dan had ik het anders kunnen doen natuurlijk. Maar die heb ik niet. En die heeft niemand. Dus als je ervoor gaat, ga je ervoor. En die kleine, die is nog jong. Dus ik hoop gewoon dat hij daar een beetje snel overheen komt. Ja, heb je natuurlijk ook van die mensen die zeggen ja, en nu weer een andere vent bij je kind en bla bla bla. En hij gaat echt niet voor je kind zorgen en dit en dat. Stop. Dat wil ik gelijk even uit de wereld helpen. De mensen die oordelen van de buitenkant over een persoon die ze helemaal niet kennen, dus misschien alleen op de televisie hebben gezien. Het gaat niet om die persoon. Het gaat er niet om of die persoon goed voor mijn kind kan zorgen. Het gaat niet om wat die persoon voor mij en mijn kind doet. Het gaat erom of ik gelukkig ben en of ik goed voor mijn kind zorg. Het gaat erom of ik er voor mijn kind ben. Het gaat erom dat mijn kind op mij kan bouwen. Dat ik mijn kind te eten geef. Dat ik mijn kind naar bed breng. Dat ik mijn kind was. Het gaat er niet om wat een ander voor mijn kind doet. Want als diegene weggaat, dan ben je alleen. Dus... Daar gaat het niet om. Het gaat er wel om of het plaatje uiteindelijk wel compleet is. Dus niet, je moet niet bouwen op een ander. Want anderen, het kan morgen over zijn. Snap je? Dus mensen die zulke dingen zeggen. Ik bepaal. Ik ben wie ik ben. Ik doe wat ik wil. Ik vraag niet om mensen hun mening. Natuurlijk mogen mensen hun meningen hebben. Ik doe gewoon wat ik zelf wil en waar ik gelukkig van word. Ja. En dit is waar ik gelukkig van word. Er staan ook heel veel leuke nieuwe dingen op de planning. Ik ga binnenkort ook eventjes op vakantie. Lekker even eruit. Ik ga het vlog weer oppakken ook. Want ik ga jullie niet laten vallen. En dit is mijn passie. En dit is wat ik doe. En dit is waar ik heel erg gelukkig van word. En iets wat ik eigenlijk gewoon een beetje de prullenbak in heb gegooid. En dat vind ik gewoon zonde. Dus ik ga mijn oren niet meer laten hangen naar andere mensen. En ik ga gewoon doen waar ik zin in heb. Ik ga doen waar ik gelukkig van word. En ik heb te lang dingen gedaan... Voor anderen. En ik ben gewoon klaar met het pleasen. Ik ben belangrijk. Ik ben Destiny. Ik sta met mijn voeten op de grond. En ik ga knallen voor mezelf. En ik ben blij dat er heel veel mensen gewoon achter me staan. En ik ben ook blij dat er echt nog wel mensen zijn die je gewoon even een steun voor je zijn eigenlijk. En gewoon zulke lieve dingen naar me sturen. Dit heeft me echt heel erg goed gedaan. Want ik heb me echt, echt heel erg slecht gevoeld. Niet alleen voor mezelf. Maar ook ook gewoon voor die kleine. Vond ik het gewoon heel erg. Dat het niet gelukt is. Alweer niet, weet je. En dat is gewoon moeilijk. Dat vind ik gewoon vervelend en lastig. Maar je kan iets niet dwingen. Als het niet werkt, werkt het niet. En als er dingen zijn gebeurd wat je pijn doet, dan moet je daar achteraan staan. Dus voor mezelf
is het ook erg. Was het, voor mezelf vond ik het ook erg natuurlijk, maar ik ben ook gewoon moeder met een kind en dat vind ik het allerergste. Dus ja, ik wil altijd het perfecte plaatje en dat ga ik nu gewoon loslaten. Want ik moet gewoon doen waar ik gelukkig van word. Het boek is dicht, het is over en nu door naar een nieuw hoofdstuk. En ja, wat is mijn hoofdstuk? Dat weet ik niet. Dat weet niemand niet. Maar ik weet wel dat ik er wel van ga genieten. Dus, en tuurlijk hè, is iedereen nieuwsgierig en vindt iedereen sensatie hartstikke leuk. Maar wat ik al zeg, een beetje respect mag wel een beetje in de wereld. Dus ik wil het graag hierbij laten. Het gaat goed met mij. Ik zit lekker in mijn vel. Ik heb lang over deze video gedaan. Want ik beloofde elke keer om een nieuwe video te plaatsen. Nou goed. Ik naar die video, naar die vlogcamera zoeken. En ik alles overhoop gehaald. En ik kon hem niet vinden. Maar ik had hem in mijn handen gehad. Maar ja. Maar ik vergeet alles. Ik ben net een vergiet. Dus ik denk, huh? Dus ik ging in de spraaknemers kijken van vrienden van mij. En ik luister zo en ik hoor van, ja, ik lig nu in de tuin een boek te lezen. Toen dacht ik, een boek te lezen in de tuin, oh ja. Dus mijn camera lag gewoon in de tuin. En het heeft geregend, maar de kussen lag erop. Ik heb die kussens in de tuin liggen. Maar die heb ik niet naar binnen gehaald, die lagen daar nog. Dus mijn kussens, er lag een kussen op. Dus ik trek die kussen weg en ik zie mijn camera liggen en hij deed het nog. Dus ik was super blij. Ik denk, ah. Dus ja, nu heb ik even een momentje gepakt om deze video te maken. Zodat jullie een beetje duidelijkheid hebben. Hoe het allemaal zit en hoe ik me voel en waar ik nu sta. En wat ik al zeg, ik ga het weer oppakken. Dus ik ga jullie lekker meenemen in mijn leven. En het leven is niet altijd reusgeur en maneschijn. Een bloemetje heeft niet alleen maar zon nodig om te kunnen groeien, maar ook af en toe een beetje regen. Dus ja, deze dingen moeten ook gedeeld worden. Details. Want het is helemaal niet nodig. Dat eigenlijk. Ik ga deze video afsluiten. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Ik zou zeggen, alle duimpjes omhoog. En alle reacties zijn welkom onder mijn video. En voor de haters die alleen maar lelijke dingen kunnen zeggen. En heel graag nepaccounts willen aanmaken om me de grond in te boren. Deze voor jullie. En ik zou zeggen tot de volgende keer maar weer. Doei!